Mongi Maduro Foundation is een stichting opgericht door Ina Dagmay Maduro en haar moeder en haar man in 1974. Ter nagedachtenis, maar ook voor het bewaren, bewaken en conserveren van de collectie die haar vader had opgebouwd sinds 1905. Met allerlei informatie, documentatie over het eiland, over de Antillen en over de Joodse geschiedenis van het eiland en het Caribisch gebied. Het landhuis Rokatootje is het gebouw waar we nu staan. Dat is een landhuis uit ongeveer 1735, het exacte jaar weten we niet. Monchi, dus Salomon Elias Levi Maduro, begon ongeveer in 1837 met het handelen. Ja, en hij bouwde dat uit later met zijn zonen en zijn kleinzonen tot een grote onderneming. Dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen, maar er was geen geld. Er was geen currency met het uitbrengen van eigen geld. Dat heeft ongeveer 12 jaar geduurd en toen hebben ze een echte bank opgericht. Dat zie je ook verder op het museum. Echte bankbiljetten die nog met de hand ondertekend werden. Uiteindelijk richten ze dan Maduro Bank op. En uiteindelijk gaan ze samen met Curiel en dan wordt het MCB Bank, dus Maduro Curiel Bank. Sinds een paar maanden hebben we een nieuwe museumtentoonstelling. Die tentoonstelling gaat over de laatste vier eigenaren van de plantage van landgoed Rokatootje. En dat verhaal vertelt dus zijn verhaal, hoe hij dit allemaal gestart is. En hoe een van zijn zonen wilde niet in het bedrijf. Die kocht deze plantage over van zijn broers en zussen, zeg maar. Mongi zit op de Hendrikschool in Pieter Maai. En zijn leraar laat hem een issue zien van Neerlandia. Dat is een magazine uit die tijd. En dat magazine had als thema Curaçao. En zijn leraar bespreekt dat met zijn klas en Mongi raakt helemaal geïnteresseerd. Hij is dan ongeveer 14. Zijn leraar zegt, nou, ik koop zelf ook zo'n issue, dus hij gaat dat doen. En dan denkt hij, ik wil meer weten over mijn eiland en over de geschiedenis van mijn eiland. Maar er is dan nog geen bibliotheek op het eiland. Dat is er gewoon nog niet. Dus ja, Mongi gaat vanaf dat moment alles wat hij kan vinden in de kranten en in de boekhandels over Curaçao en over de Nederlandse Antillen en over de Joodse historie, gaat hij verzamelen. En dat bouwt zich dus in 60 jaar uit tot een enorme verzameling boeken en krantenknipsels en postkaarten, foto's. Het is absoluut de moeite waard. Als je het leuk vindt om een landhuis te bekijken, is het al leuk. Als je geïnteresseerd bent in geschiedenis, is het leuk. Als je geïnteresseerd bent in Curaçao, is het leuk. Er zijn verschillende redenen waarom het hier geweldig is. Maar ik kan niet spelen. Dus we moeten een keer een stemmer hebben, denk ik, die probeert om het goed te maken. Ik vind hem heel mooi. We hebben besloten om de wc voldoende groot te maken voor minder valide met een rolstoel. En de deuren zijn breed genoeg, dus minder valide kunnen hier prima heen komen. Ja, dus iemand die niet zo goed ter been is, kan gewoon eigenlijk voor de deur afgezet worden. Of die nou in een rolstoel zit of gewoon moeilijk loopt. Dat kan allebei. Dus dat is, ik denk dat dat fijn is.